De vakanties in heel Nederland zijn begonnen. En het is een mooie aftrap eigenlijk wel van de vakantie. Want tienduizenden mensen van heinde en verre komen naar Rotterdam. Vooral ook natuurlijk met hun kinderen om Feyenoord te laten zien. En om deze Feyenoorddag ultiem te beleven. Met als klap op de vuurpijl straks het voorstellen van de nieuwe spelers. En de aankomst van de helikopter. Dat allemaal veel later. Want Feyenoord leeft zoals eigenlijk altijd. Ook midden in de zomervakantie. Mooi shirtje zeg, die is van lang geleden. Ben je zo lang al fan? Nee, ik ben nog niet zo oud, maar het was een shirt van mijn vader geweest volgens mij. Ah, en dan moet jij natuurlijk ook wel voor Feyenoord worden. Ja, zeker. Wat is het mooiste aan Feyenoord voor jou? De fans en zo, het is gewoon echt heel mooi. Op en top een Feyenoord familie lijkt me zo. Hoe gooi jij het er met de paplepel in? Ja, ik ben gelid van mijn vader, dus dat eigenlijk herhalen. Dus dan zit ik, is het sowieso dat je hier voor langs moet natuurlijk. Wat is voor jou nou het mooiste vandaag? De Kuip. Weet je ook al een beetje wat er gaat gebeuren vandaag? Ja, de spelers die nieuw zijn gaan uit de helikopter. Hey, en jij, wat vind jij nou het leukste aan Feyenoord? Dat ze zijn sterk. Wat gaat Feyenoord doen dit jaar? Winnen voor de kampioen. How is it for you to see this and experience it this way? I think it's a very nice thing for us to spend time with the fans, also for them to spend times with us, to give autographs, photos. I know everybody wants it, so it's a very nice thing. And a lot of fans, so it's very nice. Wij zijn overal bij vandaag. We waren ook bij een van de leukste dingen altijd op zo'n dag hoor. De kids persconferentie met vier spelers van de Feyenoord mannen. Feyenoord 1. Wie we het liefst een panna zouden willen geven? Ramis. Maar ik heb hem al een paar gegeven op training. Geloven jullie dat? Nee? Waarom geloven jullie dat niet hè? Hij liegt ook hoor. Ja hè? Ja. Ik zou Geertrui dan wel willen geven, want hij heeft altijd een grote mond. Doet hij een beetje stoer en vervelend. Dus als hij weer terugkomt, dan ga ik hem eentje geven, ja? Geen woorden, maar daden. Nou, zuinig applaus voor Thomas, hoor. Buiten is het één groot feest. Nou, hier binnen ook een beetje Jacinta achter je teamgenoten. Eén groot kippenhok. Gaat het altijd zo? Ja, ik denk dat we gewoon allemaal heel veel zin in hebben om dadelijk het veld op te lopen. En de supporters vanuit die kant te begroeten. Buiten hebben we al echt heel veel activiteiten gedaan. En het is één groot feest. Onvergetelijke ervaring voor zij die in die helikopter mogen zitten. En strak in de middencirkel. De nieuwe spelers en de nieuwe trainer veilig afgezet in de Kuip. Onze eerste nieuwe aanwinst die uit de helikopter stapt. Geef hem een groot applaus. Hier is Julian Carrasco. We gaan naar de volgende nieuwkomer die uit de helikopter stapt. Geef me een warm welkom. Hier is Chris Kevin Nadje. Anish Hajmoussa. Gijs Smol. Ik verwacht een enorm mooi seizoen met mooie Champions League avonden. Net zo'n sfeer als vandaag. En ja, we gaan knallen dit seizoen. Maar vertel, hoe was het? Ah, geweldig, ongelooflijk. Ik zit nu bijna, denk ik, 30 jaar in voetbal. Maar deze avond heb ik nooit geprobeerd. Dit is ongelooflijk. En ja, ik ben echt dankbaar, denk ik, is het juiste woord.
Echt geweldig. Dennis de Kloeze zei net ook, we laten hem sowieso die eerste weken echt lekker zijn gang gaan. Want ja, je hebt die grote schoenen te vullen van Arne Slot. Dat ze niet steeds zeggen, met Arne deden we dit, met Arne deden we dat. Vind je dat fijn? Ja, zeker. Zo is het. Dat is voetballen. Ik heb heel veel respect voor Arne en de succes dat hij hier had. Samen met de rest van de club. Dat is niet alleen de werk van Arne, maar voor de hele club. Maar ik weet wat hij heeft gedaan met de ploeg en dat is echt... Echt fantastisch en ik wens hem veel succes in Liverpool. Dan moeten andere mensen overnemen en ik ben een van die mensen die hard moet werken. En samen met de rest van de ploeg en ook van de staf. Dat gebeurt misschien op een andere manier, maar zo is het ook en zo moet het ook. Dat is in iedereen's interesse dat wij onze beste doen en ik weet als ik dat doe, dan heb ik heel veel kwaliteit binnen de club en binnen de ploeg ook. Die hard zal werken voor succes voor Feyenoord.